Ja, ik denk dat we een prima voorbereiding hebben gedraaid. We hebben in het begin van de voorbereiding hebben we het over verdedigen gehad. Hebben we tegen Quick Boys gespeeld, uit. Nou, dat is geen gemakkelijke ploeg. Derde divisionist, een club van wel eer. Nou, dan winnen we toch ook weer met 0-2. We hebben van HBS gewonnen vorige week met 5-0, ook een derde divisionist. Nou ja, vandaag winnen we 3-0 van Zuidvogels. Nou, ik denk als we heel eerlijk zijn en we kijken naar het aantal kansen wat we verprutst hebben, dan hadden we hier in ieder geval met minimaal dubbele en misschien wel over de 10 moeten staan. Maar ja, Allah, er moet altijd ruimte voor verbetering zijn. Vorig seizoen voor het eerst tweede divisie en dan vijfde worden. Dat is een hartstikke nette prestatie. Wat is er anders nu? Je bedoelt nu ten opzichte van vorig jaar? Nou, ik denk dat de tweede divisie sterker is geworden met ploegen als IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys, FC Lisse, Achilles die gedegradeerd is en de Dijk van de Zondag. Als je dat afzet tegen de ploegen die eruit zijn, dan denk ik dat deze afdeling alleen maar sterker is geworden. Ook leukere wedstrijden, om heel eerlijk te zijn. Ik bedoel, er is al genoeg gezegd over de jongteams. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar mijn eigen verleden, is het leuk dat IJsselmeervogels weer terug is. Maar ook ploegen als Lisse en Rijnsburg zijn ploegen waar Maassluis altijd tegen gevoetbald heeft. Toen ze nog in de top van het zaterdagvoetbal speelden. Ja, dus dat zijn interessante clashes. En ik ben benieuwd waar wij staan ten opzichte van de andere topamateurs. Vorig jaar vijfde. Nou, ik ben benieuwd of we die prestatie zouden kunnen evenaren. We hebben in ieder geval als doelstelling weggezet dat we op plek 7 tot en met 10 is een realistisch doel. Een ambitieus doel is top 5. Zo eigenlijk moet ik zeggen 6 tot en met 10 en ambitieus is top 5. En een droomdoel is top 3. Periode, misschien nog verder. Ja, die moet je wel uitspreken, vind ik. Het zou realistisch zijn, denk ik, als wij in het linker rijtje zouden eindigen, ondanks de versterking van de tweede divisie. Maar, sommige dingen kunnen ook wel eens tegenzitten. Maar ik hoop dat we weer hetzelfde kunnen realiseren als vorig jaar. Dat zou heel netjes zijn. Je durft duidelijk hard op te dromen. Wat is er in jouw team echt anders? Nou, we hebben niet zoveel spelers verloren. Natuurlijk, als je op het lijstje gaat kijken wie er vertrokken zijn, zijn er 5 spelers vertrokken vorig jaar. Er zijn 3 jongens van buitenaf voor teruggekomen en een aantal jongens vanuit het tweede elftal. Nou, die kloppen nadrukkelijk allemaal ook aan de deur. Dus dat is hartstikke mooi voor de jeugdopleiding Maassluis. En we zijn niet voor niks vorig jaar gekozen tot de beste jeugdopleiding van Nederland. En moet je het ook waarmaken. Dan moet je ook zorgen dat spelers vanuit de jeugdopleiding doorstromen in de A-selectie. Je kan financieel niet altijd concurreren met sommige clubs, dus dan moet je het ook van je opleiding hebben. Ja, en ik denk dat dat heel goed is. Je gaat maar kijken in het betaald voetbal, daar waar clubs ook hun jeugdspelers laten doorstromen. Ik weet in een recent verleden Feyenoord, toen ze ook geen geld hadden, met Sven van Beek en Congolo, die kwamen door uit de Aatjes en die hebben fantastische prestaties met elkaar gerealiseerd. En die spelers zijn verkocht tegen behoorlijk wat centen. Dus het heeft de club ook geen windeieren gelegd. Je bent een goede speler als Berghout kwijt, maar je hebt wel, je zijn niet 3 nieuwelingen van buiten. Rashid Brown, Smolly Lake, help me even mee, wie is de derde? En Demi Gosepa, die speelde rechtsback in de eerste helft en het laatste stuk van de tweede helft linksback. We zaten vorig jaar met best wel wat blessures in de verdediging. Demi is van Jong FC Den Bosch gekomen, dus dat is de derde nieuweling. Ben je er misschien wel beter op geworden? Ja, dat is altijd lastig. Kijk, als je nu gaat kijken, dan hebben we in mijn beleving wel iets meer keus in de breedte. Dus het is altijd de vraag of je in kwaliteit in je top 11, dus de basis 11, of dat beter is. Een aantal spelers is weer wat ouder geworden, maar ik vind echt dat iedereen gretig is. Dus de tijd zal het uit moeten maken of we beter zijn geworden.